Nasestina pre, nasestina pre. Dimi botolai, adimi botolai. Natapana uni, atrape mi dego. Nasestina pre, nasestina pre. Dimi botolai, adimi botolai. Natapana uni, drape mi dego. Para watra mi timina subani. Nemi ati pensari futu. Dimi membre ne moi moi strana uma. Nemi ati pensari futu. Assassina pre, assassina pre, dimi botolai, adimi botolai, atapana uni, atrape mi dego. Assassina pre, assassina pre, dimi botolai, adimi botolai. Kijk eens van Noek TV, welkom bij deze uitzending. Maar we zijn hier op een middag, en dan moet ik even spieken, die heet Sranang Woyo. Nou, en mevrouw Rinia Silvin, die gaat ons daar alles van vertellen. Rinia, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat, een Sranang Woyo? Sranang Woyo is eigenlijk Surinaamse markt. Woyo is een ander woord voor, een Surinaams woord voor markt. En zijn er nou in Suriname zelf nog verschillende soorten markten? Of is het net als in Nederland alles door elkaar? Er zijn in Suriname, ja, je kan het allerlei door elkaar noemen. Maar er zijn heel veel markten. Er zijn grote markten, er zijn kleine markten. Een hele populaire markt is de markt aan de waterkant in Paramaribo. Die markt is er iedere dag en het is een hele grote markt. Die begint zo wat 5 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Deze markt, heeft u mij net verteld, is eigenlijk een beetje bedoeld gewoon van, ja, om elkaar te ontmoeten, om bij te praten, om nieuwe mensen te leren kennen, om culturen te leren kennen. Maar het accent ligt volgens mij wel een beetje op de Surinaamse cultuur. Het accent ligt inderdaad op de Surinaamse cultuur. Je kunt er Surinaamse producten kopen, Surinaamse stoffen, Surinaamse kleren. Maar wat heel veel aandacht trekt, is het Surinaamse eten. Nasestina pre, nasestina pre, dimi botolai, adimi botolai, natapana oni drape mi dego. Nasestina pre, nasestina pre, dimi botolai, adimi botolai, natapana oni drape mi dego. Aan de binnenkant is er een grote zaal waar je gewoon verschillende maaltijden. Doordat er veel Surinaamse mensen zijn van verschillende bevolkingsgroepen. Dus dat zijn mensen uit Javanen, Java. Mensen uit Indonesië is diezelfde Java. Maar ik bedoel India, de Hindoestanen. En wij komen van Orsin, Afrikanen. Maar dan heb je de Indianen, je hebt er Libanezen. Je hebt er Portugezen. Suriname is eigenlijk een groot boeket van verschillende bevolkingsgroepen. En we beïnvloeden elkaar via de mode en via het eten. Wat mij opviel vanmiddag toen ik binnenkwam, dat was dat alle mensen die hier zijn, eigenlijk u ook, heel feestelijk gekleed zijn. Hè? Is dat belangrijk? Het is zondagmiddag. Surinamers, iedereen, maar wij gaan graag goed gekleed. Dus als je op zo'n middag uit je komt, probeer je zo goed mogelijk te kleden. En er lopen mensen rond die zelfs hun klederdracht aan hebben. Hoe kunnen we die klederdrachten herkennen? Is dat een bepaald gebied? De klederdracht uit een bepaald gebied wat ze dragen? Of is dat algemeen? Het is algemeen. De Creoolse die hebben de koto. Een collega van mij die ook verteld heeft, die heeft de koto aan. En dat is iets wat we aandoen bij een feestelijke gelegenheid. En als je je feestelijk voelt, dan trek je je beste klofje aan. Is het nou zo dat mensen van Suriname van dit soort dingen houden? Grote feesten, veel gezelligheid, eten, muziek en dans is belangrijk. Zijn jullie een gezelligheidsgroep? We zijn zeker een gezelligheidsgroep. We hebben het altijd over feesten. Onze verjaardagen worden uitbundig met familie gevierd. Bijvoorbeeld 30 jaar, 40 jaar. Alle kroonjaren vieren we eigenlijk heel uitbundig. Dan nodigen we familie, goede vrienden. En in de Surinaamse scene is het zelfs zo. Als ik weet dat u 50 jaar wordt, dan ben ik er. We wachten niet eens dat we uitgenodigd worden. Er zijn mensen die het
je best zelfs kwalijk nemen als je denkt dat je op een uitnodiging moet zitten wachten. Is er nou een verschil tussen de traditionele feesten van de wat oudere Surinamers en de hele jonge Surinamers? Of hebben jullie net als bijvoorbeeld de Fransen een feest is door elkaar heen? Jong en oud, maakt niet uit. Er begint wel verandering te komen bij de jeugd. Want dat zien we bij overlijden. Overlijden is eigenlijk ook een familiegebeurtenis. Als er iemand dood is en je zou ervoor bijlopen, de aard van wat de activiteit uitstraalt, zou je denken dat het een feest is. Maar ik zie dat de jeugd toch overhelt om het een beetje rustiger te houden en toch te kijken hoe de Nederlanders het doen. En die willen toch de rust met een cakeje. Nederlanders in het buitenland doen precies hetzelfde als Surinamers in Nederland. Of hè, wanneer je in een ander land bent en je woont daar, dan ga je sterker hechten aan oude tradities. U heeft er net een prachtig verhaal verteld over uw huis, over vroeger, over thuis. Merkt u dat ook aan de Surinamers in Nederland, aan de vrienden en kennissen die u heeft, dat er heel erg sterk een band is toch met het vaderland? Jawel. Er is een hele sterke band, want in het buitenland ga je elkaar toch veel meer waarderen. Ik denk dat we ook nationalistischer zijn geworden in het begin toen ik was 18, 19 jaar toen ik hier kwam. Als er over Suriname gepraat was, het leek wel alsof ik Suriname heette. Want mijn haren gingen recht overeind als er in negatieve zin. En we hebben wat meegemaakt in de jaren 70, toen de Surinamers hier massaal kwamen, was het echt een hele moeilijke tijd. Want we hadden ook mensen, want nu zijn we een beetje opgegaan in de samenleving, lijkt wel. Maar toen werden we heel vaak genoemd. Is het toch belangrijk om de band met het moederland te behouden? Dat blijft. We gaan regelmatig op vakantie. Er zijn wel mensen die niet teruggaan. Maar dan is het heel vaak of om economische redenen. Maar over het algemeen gaan de mensen zo regelmatig op vakantie in Suriname. Omdat onze families wonen daar. Dus het blijft voor veel mensen trekken. Dat is eigenlijk wat ook gebeurd is met migratie van een deel van het volk naar hier. Dat de families eigenlijk verscheurd zijn. Is eigenlijk, het verhaal van Suriname is een tragisch verhaal. Want er zijn mensen die nooit eraan toegekomen zijn om terug te gaan. Die reizen zijn best wel duur. Dat vader en moeder soms sterven voordat ze hun kinderen teruggezien hebben. De Suriname heeft ook hele tragische kanten. We hebben laatst onze eigen prinses Maxima horen zeggen dat de Nederlander niet bestaat. Hoe zou je een Surinamer of een Surinaamse kunnen omschrijven? Wat zijn dat voor mensen? Een Surinaamse is een heel complex verhaal, want we zijn Surinamers, we voelen ons Surinamers, maar er zijn een heleboel Surinamers die nooit een Surinaams paspoort hebben gehad. Ik ben hier in 1960 gekomen, nou droomden we nog niet eens van Nederlands paspoort. En in 1975 is Suriname onafhankelijk geworden. Ik was hier, dus ik ben nooit Surinamer geweest, maar ik zal me tot de laatste snik Surinamer voelen. En om die uitspraak van Maxima kan ik helemaal niet ingaan, want dat wordt dan een pijnlijke aangelegenheid. Want ik voel me ook Nederlander. Ik heb mensen, kennissen in Amerika, die komen uit Nederland. Wanneer ze in Nederland zijn, dan gaan ze terug met tassen vol ontbijtkoek, drop, vaccinelichtjes. Want dat is allemaal van Nederland. Wat nemen Surinamers mee terug naar vanuit Suriname naar Nederland, wat ze hier niet kunnen krijgen? Eigenlijk kunnen we de laatste tijd bijna alles hier krijgen. Maar als je in Suriname bent, dat wordt door de loop der jaren minder, probeer je toch de dingen, want er zijn een heleboel vruchten die het niet halen om over zee te komen. Door snel bederf of overrijping. Er is tegenwoordig op de luchthaven een winkel
wat voorziet in goede verpakte producten. En er is heel veel wat we mee willen nemen. Het zijn de theemanja's, riet, Surinaamse koeken, Surinaamse drankjes, van alles en nog wat. De pepers, want de pepers groeien hier, maar net of de pepers onder de Surinaamse zon veel heter zijn. Dus. Nou, u heeft net verteld over uw jeugd vroeger. Hoe oud was u toen u naar Nederland kwam? Toen ik naar Nederland kwam was ik 19 jaar. Nee, 18, 19 jaar. Ik was net 19. Wat was het eerste wat u opviel toen u in Nederland aankwam? Oh, beton. Overal die grote huizen. Ja. Was het moeilijk in het begin om in zo'n land te komen? Heel erg moeilijk. Verschrikkelijk veel heimwee. Want we zijn toch mensen die een beetje aan elkaar hangen. En ik kwam alleen uit... Nou, u hebt het gehoord, ik kwam uit een heel groot gezin waar ik de oudste van ben. Dus ik miste dat heel, heel erg. Dat is onbeschrijfelijk. Is er nog heimwee na die tijd? Jawel. Ik ben nu 65. En door dat verhaal te vertellen, ik ben toen het verhaal van mijn ouderlijk huis gaan schrijven. Als je in dat gaat oprakelen, komt die tijd helemaal terug. Dus door het schrijven van dat verhaal was ik weer helemaal in die tijd. En hoe meer verhalen je vertelt, hoe meer verhalen er boven komen. Even een klein stukje maatschappij van nu. We hebben een moeilijke maatschappij, we hebben een multiculturele samenleving. De jongeren hebben soms problemen in deze samenleving. Maken mensen uit Suriname, de moeders en de vaders, zich zorgen om de jonge Surinamers die zich nu in Nederland vestigen of misschien al nu opgroeien in Nederland? Is het lastig voor die jonge mensen? Ik denk dat het bij Surinamers niet anders lastiger is dan anderen. Een heel belangrijk gegeven voor ouders is: er zijn voor je kinderen. Weten waar ze zijn, weten waar ze mee bezig zijn. Ik ben zelfs om geneigd. Probeer erachter te komen wat in die bolletjes overgaan. Tenminste, zo heb ik het gedaan. Als mijn kind thuis kwam, wist ik precies of er iets aan de hand was. Dat zie je als moeder en dat voel je als moeder. Dus als je je kind niet in de gaten houdt, dan doe je je kind verschrikkelijk veel kwaad. Er wordt wel gezegd op het ogenblik dat we de kinderen, de jeugd, die moeten weer wat strenger opgevoed worden. Moeten weer orde, regels. Ik kan me toch herinneren dat met name de Surinaamse opvoeding vrij streng is. Dat klopt. We zijn heel streng. Maar ik denk dat de rode lijn die door strengheid gaat, wat strengheid ook mild maakt. Ik denk dat je kind moet weten dat je ervan houdt. En als je kind weet dat je van dat kind houdt, kun je er alles tegen zeggen en alles vragen. Kun je ook afspraken maken. Ik wil dat je zo laat thuis bent. En als dat in liefde gebeurt, mijn kind kwam thuis. Op de tijd dat afgesproken was. Ik ga u bedanken. We hadden een heel fijn gesprek. En ik wens u nog een heel prettige middag toe. Dank u wel. Alla presi, temi waka komisi da botri. Alla presi, komisi da botri. Alla presi, temi waka komisi da botri. Alla presi, komisi da botri. Temi waka komisi da botri. Alla presi, komisi da botri. Temi waka komisi da botri. Alla presi, komisi da botri. Temi waka komisi da botri. Temi mama komisi da botri. Temi tata komisi da botri. Temi uma komisi da botri. Temi lobi komisi da botri. Alla presi, komisi da botri.